Slechts 10% van de 24.000 gepensioneerde ambtenaren is lid van de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden, BBGO. Natuurlijk heel weinig, maar het gaat de goede richting op, zegt de voorzitter van de BBGO, Renate Woden-Boegwandas. Maandelijks komen er aardig wat inschrijvingen binnen, maar het kan beter. We hebben gemerkt in de samenleving dat wanneer het goed gaat, mensen niet de behoefte hebben om zich te organiseren. Ze organiseren zich pas als het niet goed gaat. Ook als het goed gaat, moet je je organiseren om te voorkomen dat zaken verkeerd gaan, zegt Woden-Boegwandas. Ze noemde als voorbeeld de toen florerende bedrijven, de Stichting Machinale Landbouw en de Bruinzeelhoutmaatschappij Suriname. Hoe is het nu met de gepensioneerden van deze bedrijven gesteld? Verschrikkelijk en baarslecht, zegt de BBGO-voorzitter. Dat moet dan voor de andere parastatale bedrijven die nu bloeien en groeien. Het moet voor hun een voorbeeld zijn dat wat daar gebeurd is, hun ook kan overkomen. En wat doe je om dat te voorkomen? Zij kunnen het niet meer voorkomen, ze zitten er middenin. Maar jij moet daarvan leren. En als je daarvan niet hebt geleerd, dan vind je later in de moesbari. Want je hebt gezien wat ander is overkomen en het kan je ook overkomen, want wie had dat gedacht van Wageningen? Telesur is bloeiend, EBS is bloeiend, maar wie weet wat er na 15 jaar gaat gebeuren. Dus laten we ons blijven organiseren. En dat geldt natuurlijk ook voor huisvrouwen en huismannen en timmerlieden en metselaars. Het geldt voor iedereen. Je moet je organiseren om datgene wat je wil bereiken na je 60ste te kunnen bereiken. Niemand gaat het voor je doen. Geen enkel overheid staat de ochtend op en zegt van zo, ik vind het toch wel een beetje lang duren hoor. Ik zet een gebouw op voor de gepensioneerden of ik zet een gebouw op voor de seniorenburgers om daar een computerlessen te gaan leren of om daar een gymnastiek te gaan doen. Ik bedoel, dat zal die overheid echt niet doen. Woden-Boegwandas roept daarom alle gepensioneerden van zowel de overheid als parastatale bedrijven op om zich zoveel als mogelijk aan te sluiten bij hun organisatie of bond voor gepensioneerden.